Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Na de affaire Rousseau roept de Liberale Politievakbond politici op om de minachting jegens de politie te stoppen. Ik praat met Vincent Roussin van VSOA. Hoe weerbaar zijn Oekraïners nog na ruim anderhalf jaar oorlog? So more than 90% of Ukrainians still think that the victory is possible and they still want to liberate the occupied territories and to achieve the victory. Jan Baljouw is mijn gast. En hoe realistisch zijn de uitbreidingsplannen van Europa? Hartelijk welkom. Is de bladzijde omgeslagen na de persconferentie met excuses van vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Vandaag kwamen er behoorlijk wat afkeurende reacties uit politieke hoek, ook vanuit Vivaldi. Steven de Kranen. Gaan we direct beginnen? Ook al was het zattemansklap. Ook al was het grappend, ik ben zelfs wel een beetje geschrokken van mezelf en dat is gewoon fout. En voor die foute uitspraak, voor dat fout moment, wil ik mij dan ook heel duidelijk excuseren, oprecht excuseren. Oprechte excuses, die waren er gisteren in de eerste plaats voor de Roma-gemeenschap van Sint-Niklaas. Vandaag aanvaardt die gemeenschap de excuses van de socialistische voorzitter, maar onder bepaalde voorwaarden. Voorwaarden zijn eigenlijk dat wij in dialoog moeten gaan met meneer Rousseau. Die heeft zijn excuses aangeboden eigenlijk op, zoals je gezegd hebt, een persconferentie. Maar tegen iedereen eigenlijk, niet per se tegen de Roma-gemeenschap. En dat vinden we een beetje niet professioneel eigenlijk. Wel professioneel is de manier waarop vooruit de communicatie binnen de partij probeert te stroomlijnen. Iedereen als één man achter de voorzitter, toch naar buiten toe. Het is heel stil bij uw partij. Hoe kijkt u naar uw voorzitter? Wel, wat ik erover vind en wat mijn mening is over zijn uitspraken, ja, dat zal ik hem zelf wel zeggen. Dus heeft ik zal u gevraagd om daar in het openbaar geen uitspraken over te doen? Die heeft mij niets gevraagd. Maar ik zal mijn mening wel geven aan degene die ze moet horen, namelijk de voorzitter zelf. Nou, maar u staat nog achter hem? Wel, ik sta altijd achter mijn voorzitter van mijn partij. Andere partijgenoten, zoals de voorzitter van Vooruit Brussels, reageren scherper. Net als velen ben ik geschokt door de woorden van Conor. Hij heeft zich in onaanvaardbare termen uitgedrukt en dat had nooit mogen gebeuren. Het is goed dat hij zich geëxcuseerd heeft en afstand neemt van deze uitspraken. Dit is niet waar ik en Vooruit Brussels voor staan. Bij de Franstalige zusterpartij PS zijn ze ontgoocheld in Rousseau. On ne peut pas se prétendre de gauche et être socialiste et en même temps tenir des propos racistes ou xénophobes, même sous l'effet de l'alcool. Il n'y a rien qui justifie ça. Donc oui, on est doublement indigné. On est indigné d'abord comme citoyen, comme être humain, parce que ce sont des propos qui sont inacceptables, mais on est indigné aussi parce qu'on est progressiste et de gauche. Est-ce que sa position en tant que président de Voreuil est devenue intenable suite à ses propos et suite à uniquement, j'ai envie de dire, ses excuses? Encore une fois, je vous pose la question, si ça avait été le président d'un autre parti, plus à droite de l'échiquier, si ça avait été un président peut-être avec d'autres résultats dans les sondages, est-ce que le traitement aurait été identique? Je pense que poser la question, c'est y répondre en la matière. Mon politique engagement weegt dan ook veel zwaarder door dan één zat, lomp moment. Vooruitvoorzitter Rousseau bevestigt ondertussen ook dat hij in dialoog gaat met de Roma-gemeenschap. Of daarmee alle scherven gelijmd zijn, valt af te wachten. Er zijn geen verzachtende omstandigheden voor racisme. Racisme is racisme. Zattemansklap is op geen enkele wijze een verschoning voor de lelijke gedachten die blijkbaar ergens zaten te wachten op een ventieltje om helemaal los te kunnen gaan. Om 6 uur 's morgens gaan naar politiemensen racistische praat gaan vertellen, is natuurlijk een politieke daad. Kun je zeggen, ja, dan gaan we alles beginnen relativiseren. Vandaag is het, ik heb gedronken. Hoe eindig je daarmee? Kun je zeggen, dan gaat Tom van Rieken ook zeggen, ik had een glaasje gedronken, ik mag ook racistisch zijn. Zeg, zo gaat dat niet. Is het een uitspraak die u zelf had kunnen doen? Nee, absoluut niet. Ik vind zeker in de functie als voorzitter is zo'n uitspraak ongehoord, ongepast.
Maar meer dan de foute uitspraak stoor ik mij aan de hypocrisie van Conor Rousseau. Want hij vraagt nu van de gewone Vlaming begrip, maar hij en zijn linkse bende tonen nooit begrip wanneer iemand is aan de digitale toog over de schreef gaat. Toogpraat, roddels, geruchten of waarheden. Politici vormen vandaag de dag op sociale media sowieso een schietschijf. En ook de politie voelt zich zo, want in dit verhaal zijn er wellicht nog meer vragen dan antwoorden. Ik stel mij vragen bij sommige dingen. Ik stel mij vragen bij het feit waarom het 11 dagen geduurd heeft tegen dat er een PV is opgesteld. Ik ga even op meneer antwoorden. Ik stel mij vragen, maar er worden in dit land al genoeg valse beschuldigingen en insinuaties gemaakt. Daar doen wij niet aan mee. Ik stel vragen, maar ik heb alleszins geen klacht ingediend. Ik ga geen klacht indienen, want ik zal me heel graag terug bezighouden met mijn job. Tot later. En we gaan met de politie praten. Goedenavond, Vincent Goussin, ondervoorzitter van de liberale vakbond VSOA. U hebt vandaag na de persconferentie een open brief gepubliceerd. Wat is daarin de boodschap? Wel, inderdaad, gisteravond regende het natuurlijk reacties van personeelsleden die naar ons mailden en whatsappten met de reactie op de uitlatingen die werden gepubliceerd in het laatste nieuws, waarop men ook denigrerend deed naar de politie, doelend op de weekenduren en doelend op de lonen die volgens de politieker uiteindelijk te hoog zouden zijn. Uiteraard konden we dat niet zomaar laten passeren, omdat onze achterban vragende partij was om streng te reageren, maar niet enkel naar Conor Rousseau, maar naar de volledige politieke overheid, want we ervaren eigenlijk al jaren minachting van onze politieke overheden. De uitspraken die bijvoorbeeld werden gedaan, die werden gepubliceerd in het laatste nieuws, hebben we ook gehoord van mensen die in nuchtere toestand zijn. Dus het is wel degelijk iets dat leeft. Bovendien heeft men al de voorbije jaren de politie kapot bespaard. Men heeft een aantal akkoorden zelfs niet uitgevoerd, terwijl ze getekend werden door een voltijminister. Men heeft het statuut onaantrekkelijk gemaakt, terwijl dat eigenlijk de beleidsnota's spreken dat men net het aantrekkelijke zou maken. Men heeft ook een tijd aan politiebashing gedaan. Er is tegen combis geplast geweest. Het mag nu stilaan gaan stoppen, inderdaad. Ja, meneer Goussin, intussen is nog altijd onduidelijk wat er precies is gezegd, ook tegen de politie. Ja, wij baseren ons ook maar op de berichtgeving in het laatste nieuws, waar wat er zou gedoeld worden op de weekendduur. Met andere woorden, dat er zo te veel volk zou ingezet worden in het weekend, omdat die te veel zouden betaald worden door, volgens sommigen. En ook zou een uitlating gebeurd zijn dat men te veel zou verdienen volgens men eigenlijk zou doen. Voor alle duidelijkheid, de weekenduur en de overuur wordt bij de politie aan 100% betaald. Dat betekent voor een jonge inspecteur, die houdt daar ongeveer 10 euro per uur netto over. Ik denk dat ook Deborah in deze huidige tijden geen overuren en weekenduren dag en nacht zou presteren op het terrein waarop men ook nog eens zijn leven zou riskeren. Wijst er ook op dat de politie geen wederwoord kan bieden, dat het een ongelijke strijd is. Wat bedoelt u daarmee? Wel, het is zo dat de voorbije weken er een aantal uitlatingen zijn gedaan geweest, vooral vanuit de advocatuur dan toe, naar bijvoorbeeld de korpschef, die door de molen werd gedraaid, waar het er werd beweerd dat de korpschef een garantie zou geven dat er helemaal geen procesverbaal zou worden opgemaakt. Uit de sms'en blijkt dat helemaal niet, maar de korpschef die kan zich natuurlijk niet verweren, die mag dat ook niet doen. Twee, de opstellers die worden ook door de molen gedraaid, er wordt zich verweten dat het procesverbaal blijkbaar een bijzondere wet zou afgelegd hebben. 10 dagen na de feiten zou het procesverbaal zijn opgesteld. Maar bij niet dringende zaken is dat zelfs helemaal niet abnormaal. En op het laatste dan is ook een van de speuders van de federale politie beschuldigd geweest alsof hij zou contact gehad hebben met de advocaat van meneer Rousseau en zou beweerd hebben dat de beelden helemaal niet overeenkomen met het procesverbaal. Dat maakt natuurlijk dat de politiemensen in de publieke opinie onrechtstreeks worden beschuldigd van zaken die eindelijk niet zouden kunnen, maar ze kunnen zich daar ook helemaal niet op verdedigen. Bijkomend stellen we vast dat onze overheden, de politieoverheden, maar ook de bestuurlijke overheden, ook geen initiatief nemen om achter de mensen te staan en die te verdedigen. Nu, meneer Goussin, voor alle duidelijkheid, u maakt zich boos, maar natuurlijk, uw vakbond zit al in een moeilijke relatie met de politiek nadat een sectoraal akkoord mislukt is. U zit in conflictmodus ten onrechte, zegt minister Van Quickenborne dan weer.
Ja, inderdaad, dat is de mening van minister Van Quickenborne. Maar ik denk dat hij stilaan alleen staat met deze mening. Want hij is de laatste tijd wel heel hard door de mand gevallen. Omdat het blijkt dat hij wel degelijk voogdijminister is. Dat er wel degelijk een jaar onderhandeld is geweest. En dat ook de vertegenwoordiger van minister Van Quickenborne het sectorale akkoord heeft getekend. Meer nog, er zijn ook een aantal punten die op vraag van justitie in het sectorale akkoord werden neergeschreven en ondertekend werden door justitie. Dus dit klopt niet. Uiteraard zitten wij in een conflictmodus. Maar dat heeft niks te maken met deze feiten. Wij hebben er niet voor gezorgd dat de dronkenmanspraat wordt verkocht op café, dat de politiemensen worden beschuldigd. Wij hebben er niet voor gezorgd dat er wordt geplast tegen onze combi. Maar inderdaad, er is inderdaad een zwaar conflict met onze eigen voogdijminister. Ik wil daar de nadruk op leggen. Onze eigen voogdijminister die een mes in onze rug heeft gestoken. Dat klopt. Meneer Houssey, wat wil u nu verder na die open brief dat er gebeurt? Wil u ook gehoord worden? Wil u excuses? Wat moet er gebeuren? Wel, het zou deze regering sieren, maar ook de partijvoorzitters roepen op om even samen te zitten en te doen wat men beloofd heeft. Men heeft beloofd dus in de verschillende beleidsnota's om ons statuut aantrekkelijker te maken. Vooral omdat men veel politiemensen tekort komt. Vooral omdat men ziet dat het aantal kandidaten bij de politie drastisch is gedaald. Kijk naar de gevaar dat men loopt. Kijk naar het zeer ontrekkelijk statuut. Men heeft het eigenlijk nog onaantrekkelijker gemaakt. Ik heb vernomen dat de regering samenzet om de begroting op te maken. Het is de unieke kans, denk ik, om opnieuw te herinvesteren in de politie. Om ervoor te zorgen dat de federale politie op zijn minst de facturen zou kunnen betalen. Men zou bijvoorbeeld het crimineel geld kunnen recupereren en investeren in de politie. Dus ik denk dat het nu hoog tijd wordt om de komende weken en de komende maanden samen te zetten en geen politieke spelletjes te spelen tussen ministers onderling en ervoor te zorgen dat de politie daar slachtoffer van is. Oké, dank u wel, Vincent Houssey, voor deze reactie. Na de Russische aanval gisteren op een dorp in Kupiansk, waarbij 52 doden vielen, was er vandaag een nieuwe luchtaanval op verschillende gebouwen in Kharkiv. Een jongetje van 10 kwam daarbij om. Zijn lichaam werd gevonden terwijl de vader wanhopig op nieuws wachtte. Ondanks alle ellende blijven de Oekraïners toch achter de oorlog staan en denken ze nog altijd dat een overwinning mogelijk is. Dat geven opiniepeilingen aan. Jan Bajau. Op het Michailovskyplein in Kiev wordt kapotgeschoten militair materieel tentoongesteld. Voornamelijk Russisch, maar ook enkele Oekraïnse voertuigen. De verliezen in de Oekraïnse samenleving lopen op. Bijna 90% kent iemand in zijn naaste omgeving die gewond of gedood is. Maar ondanks de grote verliezen is de vastberadenheid in de samenleving nog heel groot, zegt opiniepeiler Petro Borkowski. This resolve, this determination, it's everything. Everything is still present. When they are asked, maybe it's more wise to stop fighting and start negotiations. So they reject any kind of these statements. Instead, a majority of Ukrainians, more than 60%, said that the cost of the war was so high that we cannot allow ourselves to stop fighting. That the only way. To end the war is to achieve victory. Het leven in Oekraïne heeft zich na anderhalf jaar oorlog wat genormaliseerd. Maar de oorlog kan overal, ieder moment toeslaan door de bijna dagelijkse Russische drone- en raketaanvallen. De peilingen tonen aan dat er grote bezorgdheid is, maar dat de Oekraïners het volhouden omdat ze het gevoel hebben dat ze aan de juiste kant van de geschiedenis staan. People do fear. They do fear for their lives. They do fear for their children, for the future of their children. They don't want their children to be killed either on the front line or by the Russian missile. No, and it's very difficult for the people to every day live in this sense, in this anxiety. And we see that the level of anxiety is really high. But what keeps them stable and focused is the faith that what they are doing is right. That they are on the side of the goodness and that even their everyday life activity is a contribution to the fight against the enemy. So this keeps people focused and possibly resilient. Het in juni begonnen Oekraïense offensief heeft nog niet de doorbraak opgeleverd die algemeen werd verwacht. Toch blijft 90% van de Oekraïners zich verzetten tegen territoriale toegeving aan Rusland. Ze denken dat een finale overwinning nog altijd mogelijk is.
So more than 90% of Ukrainians still think that the victory is possible. When we asked people, would you support the counteroffensive next year? And amazing, 86% of the people, they said that yes, they will support, even if this counteroffensive will fall short of achieving its objective. So people have really very strong trust, very strong faith in the armed forces, in the leadership, and they still want to liberate the occupied territories and to achieve the victory. De Russische invasie heeft ook de mening van veel Oekraïners over het buurland Rusland radicaal gewijzigd. Het pro-Russische sentiment in het oosten, waar hevig is gevochten, is helemaal omgeslagen in radicaal anti-Russische gevoelens. People in the east, where is the active fighting is ongoing, like Zaporizhia, Dnipro region and Kharkiv region, they are even more radical toward Russia. So in the eastern region, for example, we see more people who understand victory not only as a return to the borders of 1991, but they see the victory, a lot of people there, up to the third of population, they see victory as a disintegration of Russia and complete a collapse of Russia. De oorlog overschaduwt alles in Oekraïne, maar de maatschappelijke betrokkenheid is niet uitgeschakeld. Zo wordt er in Odessa elke zaterdag betoogd tegen renovatieplannen voor een gerechtsgebouw. De betogers willen dat het geld naar het leger gaat. De Oekraïners zijn ook niet vergeten dat corruptie in hun land een groot probleem is. 55% of Ukrainians said yes, that the fight against corruption can be a condition for the military aid. So it means that for me it sounds as a great result because majority of the people, they keep their integrity. So they will not sacrifice their principles, yes, that they will not close their eyes on the dealings on the shadow or questionable dealings of the government in order to survive. No, people want the government to be accountable, to live according to the rule of law and to fight corruption. President Zelensky kan nog altijd rekenen op een grote goedkeuring van de bevolking als symbool van het Oekraïnse verzet tegen Rusland. Maar de Oekraïners verwachten wel van hem dat hij resultaten boekt in de strijd tegen de corruptie. 77% of Ukrainians they say that president is accountable for bad things like corruption in the government and in the military administration, that he has to make decisions and remove corrupted officials. So this is his responsibility and people expect that he will fulfill them. So democracy is not put on a back burner during the war, because no, of the war? No, completely not. The level of support for democracy only increased. And that is because people see that dictatorship means misery, war, injustice and death. And so they will never, ever accept anything like this kind of government in Ukraine. Goedenavond, Jan. Jij was recent nog in het land. Hoe zijn de Oekraïners er volgens jou aan toe? Ja, het is duidelijk dat de oorlog zwaar weegt. Het duurt al anderhalf jaar. Is de voortdurende stress dat er ieder moment iets kan gebeuren waardoor heel je leven wordt overhoop gehaald. Maar ik heb toch de indruk dat de meeste Oekraïners die angstreflex min of meer hebben uitgeschakeld. Omdat je gewoon niet bij ieder alarm naar de schuilkelder kunt gaan lopen. Want dan zit je het merendeel van je tijd in de schuilkelder. Je ziet dus dat de Oekraïners eigenlijk niet zozeer denken aan wat er zou kunnen gebeuren, maar dus verder gaan met hun leven. En ze nemen ook bijvoorbeeld geen tijd om te rouwen. Dat heeft betrekking op heel veel Oekraïners, want er zijn momenteel bijna iedereen heeft in zijn naaste kennissenkring iemand die ofwel gedood of gewond is door de oorlog. Dus er is zeker vermoeidheid, maar ik denk niet dat je kunt spreken over oorlogsmoeheid. Je zou verwachten dat met het oplopende aantal doden en gewonden dat Oekraïners meer bereid zouden zijn om toch een of ander compromis te sluiten met Rusland. Maar je ziet eigenlijk het tegenovergestelde. In de gesprekken merk je dat en ook in de peilingen dat de vastberadenheid, misschien zelfs de verbetenheid om een overwinning te bereiken, nog toegenomen is. Nochtans zie je met bijvoorbeeld de aanvallen die er gebeurd zijn gisteren en ook vandaag nog dat
de oorlog nog altijd werkelijk elk moment kan toeslaan. Ja, je bent nergens veilig eigenlijk. Ieder moment kan er iets gebeuren. Dat is vandaag gebleken, ook in het centrum van Kharkiv, een hotel dat getroffen werd. Dus ja, je moet er eigenlijk voortdurend rekening mee houden, maar je kunt het niet, want dan kun je niet verder leven. Ik moet wel zeggen dat het aantal Russische aanvallen nu wel minder is dan bijvoorbeeld een jaar geleden, toen Rusland massaal de energieinfrastructuur bombardeerde en de inwoners van Kiev bijvoorbeeld wel in de schuilkelders gingen schuilen, omdat er toen veel aanvallen waren. Er is ook betere luchtafweer, zeker voor Kiev. Dus er is een betere bescherming, dat zie je wel. Je ziet ook dat Oekraïne zich wel beter heeft aangepast aan de oorlogsomstandigheden. Alles werkt, er is elektriciteit. Ik heb verschillende keren in mijn hotelkamer de airco moeten afzetten, omdat die veel te hard stond. Het was warm ook in Oekraïne. Schade wordt heel vlug hersteld. En je hebt soms ook de indruk, bijvoorbeeld in de horeca, dat het personeel meer zijn best doet om je een aangename tijd te geven, omdat ze weten ook dat restaurant gaan, café gaan, dat voor heel veel Oekraïners de enige mogelijkheid is om even die dagelijkse stress te vergeten. Als we kijken naar de opiniepeilingen die vermeld werden in de reportage, we horen daar, de Oekraïners willen die oorlog afmaken en denken ook dat die nog altijd kan gewonnen worden. Hoe realistisch is dat? Ja, op dit moment lijkt dat niet erg realistisch. De Oekraïners zijn 3 maanden geleden begonnen met een groot offensief, vooral in het zuiden van Oekraïne. En ja, je had toch moeten verwachten dat ze nu minstens op 1 punt een doel om die landbrug tussen de Krim en Rusland te doorbreken, dat ze dat hadden bereikt, maar dat is niet zo. De vooruitgang is zeer traag. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat het offensief helemaal mislukt is. Er is nog altijd wel vooruitgang. Rusland heeft moeite om die linies te verdedigen. Maar ja, die Russische defensie breekt ook niet. Dus ja, er is inderdaad wel ontgoocheling bij de Oekraïners. Maar het is wel zo dat ze het leger nog altijd wel steunen in de opties, ondanks het feit dat de verwachtingen niet worden ingelost. Omdat ze vinden, trager oprukken, dat spaart Oekraïnse levens van Oekraïnse soldaten. En het is zelfs zo dat ze zeggen van wij willen zelfs ons vertrouwen geven aan een volgend offensief in bijvoorbeeld volgend jaar. Mm. Het is natuurlijk ook de vraag hoe lang Oekraïne dat kan volhouden. Hè, want na 3 maanden zit je meestal wel aan een culminatiepunt dat je je militaire rust moet gunnen, je materieel moet aanvullen. Dus we zullen zien wat er de komende weken nog gaat gebeuren. Of Oekraïne nog wel een vooruitgang kan boeken. Belangrijk is ook dat vanuit NAVO-kant wordt gezegd de munitievoorraden zijn aan het opgeraken. Dat is zo? Dat is zeker zo. Ja, dat is iets waar al lang voor gewaarschuwd werd. De voorraden waren klein in de NAVO-landen, omdat men eigenlijk geen rekening had gehouden met een dergelijk groot conflict. Dus bijna alles wat er lag, is intussen gegeven. Dat is trouwens de reden dat de Verenigde Staten beslist hebben om controversiële clustermunitie in augustus aan Oekraïne te leveren, want daar was nog wel veel voorraad van. Het is natuurlijk zo dat de industriële basis van de NAVO-landen is veel groter dan die van Rusland. Maar natuurlijk, dus die industriële basis zou Oekraïne moeten kunnen bevoorraden op lange termijn. Maar we zitten natuurlijk niet in een oorlogseconomie. Dus de defensiebedrijven, die willen garanties, die wachten af met investeringen. Dus alles neemt heel veel tijd. Alles neemt veel tijd. Ze willen dat het niet blijft bij 1 bestelling voor Oekraïne voor zij in investeringen doen. Dat betekent dat president Zelensky zich wel echt terecht zorgen maakt over de toekomst. Ja, ik denk het wel. Ook niet alleen president Zelensky. Ik heb ook bijvoorbeeld de militaire gouverneur van Nikopol heeft ook tegen mij gezegd van ik maak me heel erg zorgen over de politieke ontwikkelingen in Europa. Ze zien natuurlijk ook dat de Europese bevolkingen kritischer beginnen te staan tegenover de hulp aan Oekraïne, ook omdat het niet oplevert wat was voorspeld. En je ziet ook dat het pro-Russische sentiment in Europa toeneemt. En je hebt de overwinning gehad in Slowakije van Robert Fico, pro-Russische politicus. Je hebt Polen dat zich kritischer opstelt. Polen was de beste bondgenoot. Je hebt ook in de Verenigde Staten zie je dat een groot hulppakket van $24 miljard, dat zit geblokkeerd in het Huis van Afgevaardigden, omdat er geen speaker is. Dus Zelensky maakt zich zorgen en zegt ook tegen de Europese leiders van kijk, jullie hebben er belang bij om die hulpinspanning
te blijven volhouden, want de kostprijs voor jullie is relatief laag. Jullie vechten niet aan het front, het zijn de Oekraïners die vechten. Maar als wij er niet in slagen om de Russen tegen te houden, dan zullen jullie misschien wel moeten gaan vechten. Want, Zelensky zegt dat Rusland zich klaarmaakt als er een bestand komt in Oekraïne om bijvoorbeeld de Baltische landen in 2028 aan te vallen. Het is nog de vraag of Rusland dat risico zou willen nemen. Want als dat zou gebeuren, dan zit je met een oorlog waarbij de NAVO betrokken is. En dan ga je van een regionaal conflict naar vermoedelijk een soort wereldoorlog. Ja. Ten slotte zagen we ook in de opiniepeilingen, de Oekraïners hechten heel veel belang aan de strijd tegen corruptie. Daar zitten ze op één lijn met Europa. Ja, die Europese waarden zijn belangrijk. Daarvoor sneuvelen ook Oekraïnse soldaten aan het front, hè, om die Europese waarden te verdedigen. En ze geven de steun aan Zelensky en aan het leger voor die oorlog, maar ze willen niet dat de politici de ideeën verkwanselen waarvoor de Oekraïnse soldaten aan het front sneuvelen. Mm-hmm. Oké, dat is helder. Jan, dank je wel voor dit gesprek. Hoe groot kan de Europese Unie worden? Hoeveel landen kunnen er op termijn bij? De vraag leeft meer dan ooit sinds de invasie in Oekraïne en was vandaag onderwerp van gesprek op de bijeenkomst van de Europese leiders in Granada. En Willem van Mullum, ik wil met jou eerst eens bekijken waar die oorsprong, hoe het uiteindelijk begon met de Europese Unie. Wel, Kathleen, een korte EU-geschiedenisles. In 1951 wordt de basis gelegd van de Unie zoals we die vandaag kennen. Een club met 6 op dat moment. En ook België is daarbij. In de jaren 70, 80 en 90 groeit de Unie gestaag. Van 6 naar 9, van 9 naar 12. De jaren 90 worden dan vooral gekenmerkt door het Schengen-akkoord. U steekt gemakkelijker de grens over. En op 1 januari 1999 wordt de euro ingevoerd. U betaalt er voor het eerst mee 3 jaar later. In het nieuwe millennium gaat de Europese blik naar het oosten. Landen zoals Polen, Hongarije, Slowakije. In 2007 zijn we met 27. De laatste nieuwkomer is Kroatië in 2013. In 2020 verlaat voor het eerst een lidstaat de groep. De Britten kiezen voor een Brexit. Maken we straks nog eens een sprong. Van 27 naar 36 bijvoorbeeld. Enkele Balkanlanden zijn kandidaat lid, zoals Albanië of Noord-Macedonië. Maar ook Oekraïne heeft op dit moment officieel de status kandidaat lid. Maar zo'n uitbreiding heeft ook gevolgen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor het Europees budget? Gaan rijkere landen dan meer moeten bijdragen voor de nieuwkomers? En wat met de politieke besluitvorming? Met 27 door dezelfde deur is nu al een uitdaging. Wat als we straks met meer dan 30 zouden zijn? Moeten dan principes van unanimiteit of veto's dan op de schop? En hoeveel zitjes moeten wij bijvoorbeeld inleveren in het Europees Parlement als we het totale aantal parlementsleden zouden behouden? Op dit moment is er nog geen enigheid. Is er vooral oneenigheid onder de Europese leiders. Hoe snel een uitbreiding moet gaan. En een Europese top onder de Spaanse zon bracht gisteren en vandaag weinig stappen voorwaarts. I'm absolutely confident that the European Union will be safer and probably more prosperous in the future with those countries members of the EU. Charles Michel zegt 2030 moet haalbaar zijn voor de uitbreiding. U zegt nee. Ik vind dat niet verstandig. Dat is datumfixatie. En de vraag moet niet zijn wanneer is een land klaar, maar of een land klaar is. The leaders are selfish. They would not like to let you in and get the sources financially which you need. Het kan ook enkel gebeuren als wij klaar zijn. We moeten ook wel zorgen dat we nog kunnen beslissen, dat we nog beleid kunnen voeren. Kan dat tegen 2030? Ik heb daar toch mijn twijfels over. Herbout, goeie avond erop. Is daar nu iets uitgekomen vandaag? Wel, er is al sinds geen datum vastgelegd voor die nieuwe uitbreiding, maar de uitbreiding staat wel op de prioriteitenlijst van de Europese Unie, die hier wel is afgesproken in de verklaring van Granada.
En die zal niet gauw van die prioriteitenlijst verdwijnen, denk ik. Een volgende stap is een rapport van de Europese Commissie in begin november over hoe ver staan Oekraïne en andere landen in de toetredingsprocedure, hoe ver staan ze met hervormingen. En dan in december gaan de regeringsleiders moeten beslissen, gaan we effectief beginnen onderhandelen met bijvoorbeeld Oekraïne en Moldavië. En wat ook op de agenda staat, is dat de Europese Unie zelf, de huidige 27 lidstaten, hun huiswerk moeten doen om klaar te zijn om nieuwe landen op te nemen. Hoe groot is het draagvlak daarvoor bij de lidstaten en bij de publieke opinie? Wel, ik denk dat het draagvlak om lid te worden bij sommige kandidaat-lidstaten hoger is dan bij de huidige lidstaten. Denk maar aan Oekraïne. Al in 2014 stonden daar grote massa's mensen te demonstreren met Europese vlaggen. Zulke beelden zag je ook in Moldavië en Georgië. Het enthousiasme in de Balkan is wat weggedeemsterd. Misschien ook omdat ze daar 20 jaar geleden al de belofte kregen op Europees lidmaatschap. En behalve Kroatië en Slovenië zijn er geen andere landen van de Balkan meer toegetreden. Aan Europese kant is het enthousiasme veel kleiner. Hier is sprake van uitbreidingsmoeheid sinds de vorige grote uitbreiding. Heeft allemaal een negatieve connotatie gekregen. Sociale dumping is het gevolg geweest van uitbreiding, wordt gezegd. Het gaat ons allemaal geld kosten. Vandaar ook dat, denk ik, de Nederlandse premier Rutte, de Belgische premier De Croo, toch een beetje op de rem staan. Ze zeggen van, wij moeten vooral ervoor zorgen dat die uitbreiding een win-win situatie wordt, waarin duidelijk wordt dat ook wij er iets aan winnen. In de hoop dat dat dan de publieke opinie of het draagvlak zal vergroten voor toetreding. Laten we eens kijken ook naar de concrete impact. Want een grotere Europese Unie, dat betekent ook een andere besluitvorming. Dat is inderdaad wat vaak gezegd wordt, onder meer vandaag nog door de Duitse bondskanselier Scholz. We moeten af van de unanimiteitsregel, waarbij je op sommige vlakken zoals defensie, buitenlands beleid, maar ook fiscaliteit, nog altijd alle 27 landen mee moet hebben en één land kan blokkeren. Anderen zeggen dan weer, ja, je moet dat misschien toch niet op alle vlakken doen, want kijk bijvoorbeeld naar corona. Europa heeft dat, ondanks die unanimiteitsregel, toch vrij goed kunnen aanpakken. En als je dan kijkt naar migratie, waar die unanimiteitsregel niet bestaat, daar zit het helemaal vastgelopen. Dus misschien is dat niet het probleem. Andere voorstellen zijn, ja, we moeten minder Europese commissarissen hebben. Guy Verhofstadt in het Europees Parlement heeft een voorstel om van de Europese Commissie dan maar in de toekomst een echte Europese regering te maken. Voor heel veel van die zaken is misschien verdragswijziging nodig. Daarvoor is de appetijt heel klein. Maar dat er iets moet gebeuren, dat is wel duidelijk. Ja. En wat zijn de financiële gevolgen als er zoveel landen bijkomen? Het zijn vooral armere landen die er gaan bijkomen. Al die landen waar sprake van is, zijn armer dan de huidige EU-lidstaten. En dat betekent eigenlijk dat de huidige EU-lidstaten volgens de bestaande regels minder Europese subsidies gaan krijgen. En dat die vooral zullen gaan dus naar nieuwe lidstaten. Oekraïne zou volgens een document dat de Financial Times kon inkijken 186 miljard euro kunnen krijgen als de huidige regels blijven bestaan de komende 7 jaar. Stel dat ze nu al meteen lid zouden worden. Vooral op landbouwgebied zouden de landbouwers in de huidige lidstaten moeten inleveren. 20% minder voor hen en veel meer voor Oekraïense landbouwers. Dan wordt er gezegd van ja, maak dan gewoon een groter budget. Nederland zegt dan meteen, ja, niet met ons. Het budget moet niet omhoog. Je moet gewoon ergens anders gaan besparen. Misschien prioriteiten stellen, wat minder aan landbouw geven en dergelijke. Veel vragen, maar het proces is wel in gang gestoken. En ik denk, eerlijk gezegd, dat het niet zo lang zal duren als ja, na de val van de muur in 1989. Toen duurde het 15 jaar eerder nieuwe landen bijkomen. Ik denk dat het nu wel iets sneller zal gaan. Oké, dankjewel Rob voor je analyse. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Ivan is er zo meteen met de afspraak op vrijdag. Ik wens u een heel fijn weekend en tot maandag.